Het was de afgelopen maanden een drukte van je welste bij de Hilversumse brandstapel. De juice-kanalen grilden de ene na de andere BN'er en heel even dreigde A-ster Carlo Boshart er ook op te belanden. Volgens zowel Roddelpraat als Yvonne Koldewijer heeft hij zich schuldig gemaakt aan wangedrag, maar daar zijn vooralsnog geen bewijzen voor. Althans, Jan beweert dat de bewijzen zich opstapelen, maar daar heeft het grote publiek helemaal niets van gezien. De mensen thuis lijken er dan ook weinig van te geloven, er is weinig ophef over Carlo's vermeende misdragingen en hij is dan ook niet op de Hilversumse brandstapel beland. Yvonne vindt dat vreemd. Carlo staat erom bekend dat hij collega's op de werkvloer ongevraagd in het kruis grijpt. Als vieze Jeroentje gecanceld is vanwege geile apjes en Mark Overmars voor zijn dikpics, waarom wordt het gedrag van Carlo dan wel gedoogd? Omdat collega's geen aangifte durven te doen, schrijft ze op haar juice-kanaal. Het is volgens Yvonne evident waarom RTL een passieve houding aanneemt in dit dossier. Zonder aangifte doet RTL precies niks. Daar is Carlo te duur voor. Formatbedenker Kirsten Jan van Nieuwenhuizen stelde eerder al dat een uitschakeling van Carlo een enorm probleem zou zijn voor RTL 4. Het is op dit moment misschien wel de grootste naam van RTL. Er wordt in het dossier Carlo overigens erg veel kritiek geuit op de juice-kanalen, omdat er geen enkel bewijs wordt gedeeld. Zo vindt Reporters Online het veel te ver gaan om Carlo neer te zetten, als zijnde de grootste homoviespeuk van Hollywood. Zonder enig nader onderzoek, zonder hoor en wederhoor, zonder eventuele slachtoffers gehoord te hebben, Carlo Boshart werd zoals we dat noemen voor de bus gegooid. Ook Nieuwe Revue heeft zijn bedenkingen. HUH, Carlo Boshart in de fout? Die was toch altijd van onbesproken gedrag? Het is inderdaad maar de vraag wat er waar is van de beweringen die er worden gedaan over de presentator-programmamaker. Enige skepsis is wellicht op zijn plaats, aldus het tijdschrift.